Nee, ik had niet verwacht dat ik het uit zou zwemmen. Ik had verwacht 6 keer en dan per mijl bekijken. Maar dat ik uiteindelijk alle 12 heb gedaan, dat was wel een hele verrassing. Eerst bij Peter in de baan, motiveerde me wel, maar die haakte uiteindelijk af. Jan Bommi was daarna ook helemaal gesloopt. En daarna Mathieu, en ongekend, die jongen gaat gewoon door. Dat is de eerste keer inderdaad dat ik zoveel gezwommen heb. Ik doe eigenlijk normaal triathlon, maar ik woon een keer een zwemuitdaging. En zo ben ik dus hier terecht gekomen. Ik had het wel zwaar verwacht, maar het viel eigenlijk wel beter mee dan dat ik gedacht had. Omdat ik het wel leuk vind om wat uitdagendere afstanden te doen. Om echt jezelf uit te dagen en dan eigenlijk dat doel te kunnen bereiken. Wel kunnen voorbereiden. Mijn tempo is serieus achteruit gegaan. Dus, eten en drinken heel belangrijk. Iedere pauze iets eten en drinken. Zorgen dat je suikers aangevuld blijven. Ik heb al een paar jaar geprobeerd om mensen uit Wevelhem te nemen mee te krijgen. Dit jaar eindelijk met 3 gelukt. Ja, als alles goed gaat, komen we terug. Ja. Hopelijk met nog meer volk. Om het te halen? Nee. Ja, wel. Ja. Als ik iets aanga, dan ga ik het ook wel aan. Ja, de eerste paar gingen natuurlijk wel makkelijk. Ik denk dat vanaf de 4e begon ik wel vanaf de helft al een beetje mijn armen te voelen. Kijk, ik heb een goede coach en die leert mij ontspannen zwemmen. Dus dat ben ik tot het eind blijven doen.